De directie en raad van commissarissen van Telesuur hebben president Chandrika Prasad Santokhi gisteren geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen het telecombedrijf. Telesuur-directeur Mike Antonius heeft tijdens de meeting een update gegeven over de uitbreidingen van het LTE-netwerk in Paramaribo, Wanica en de overige districten. Ook vanwege de coronapandemie wil Telesuur de internetverbinding, met name breedbandinternet, verbeteren. Sanjay Raghubar Singh, president-commissaris van de RVC, vertelt hoe het jaar 2022 er voor Telesuur uit zal zien. Nou, de vooruitzichten zijn goed. IMF was een heel belangrijk ding voor de regering. Kijk, IMF brengt los van dingen ook discipline mee. Dus de discipline moet terug ook bij de overheid in zaken het nakomen van afspraken, werkafspraken, noem maar op. Zodat je eigenlijk ruimte creëert voor andere instituten om te zeggen, ja, we geloven het, jullie doen je best, jullie doen het goed. Wij gaan inkomen met financieringen voor projecten. Er moet nu olie in de machine komen. Dus de economie moet gejumpstart worden. Een snelle mogelijkheid om dat te doen is natuurlijk infrastructurele werken, omdat infrastructuur totaal vernietigd is. Daarmee zet je werkgelegenheid vooral bij het ongeschoold deel van de bevolking. Je kan zo een paar duizend banen creëren. Dus ik hoop dat de overheid daar snel werk van maakt om dat stukje op te pakken. Want de productiesector, dat werpt pas de vruchten 3-4 jaar later af. En we hebben nu dat de werkgelegenheid moet worden geboost. En dat is een van de mogelijkheden. Dus ik hoop dat dat ook wordt gedaan. Aldus Sanjay Raghubar Singh, hij is prescom bij Telesuur. Telesuur zal ook inspelen op de productie van olie en gas over een paar jaar. Behalve dat we die ontwikkelingen nauw volgen, is er ook goed contact met een aantal prospects, zegt Telesuur-directeur Antonius.